Welkom, Patrick hier. Deze keer wil ik het hebben over een serieus onderwerp, namelijk rouwverwerking. Eigenlijk een tijdje wilde ik het daarover hebben. En dat komt mede door eigen ervaring wat ik heb met rouwverwerking. En nu laatst met die vliegtuigramp, wat toch wel grotendeels Nederlands heeft aangetroffen. En een krantenkop die je nu in beeld ziet. Die ik vandaag in de krant las, dacht ik van. That's my cue. Het is nu mijn beurt om die video te maken. Dus bij deze. Het is dus een serieus onderwerp. Ik hoop dat daarom de reacties respectvol zullen blijven. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben. Daar gaan we. Je krijgt te maken met rouwen op verschillende manieren in je leven. Het kan zijn dat je een dierbare bent verloren. Het kan ook zijn. Dat je bijvoorbeeld je baan bent verloren. Schokkende dingen, zeg maar. Het kan ook zijn dat je een vriendschap of een relatie dat uitgaat. Wel, op die momenten kan allemaal rouw intreden. En rouw bestaat uit verschillende fases. Nou, het kan zijn dat jij op dit moment door zo'n rouwperiode heen gaat, omdat van een van de vorige redenen die ik heb genoemd, misschien ben jij iemand verloren in die vliegtuigramp. En dat is verschrikkelijk natuurlijk. En ik maak deze video eigenlijk om jou een beetje te steunen en om je een beetje misschien erop voor te bereiden waar je doorheen gaat als je aan het rouwen bent. Want als je dat beter begrijpt, dan ga je misschien dingen herkennen. Helpt het jou een stapje verder naar het verwerken van die rouw? Dat heeft tijd nodig en niemand weet hoe lang dat duurt. En ik hoop dat door je bewust te maken van bepaalde dingen, dat het daarom wat makkelijker voor je wordt. Natuurlijk heb ik zelf ook te maken gekregen met rouw. Ik ben in 2000 helaas een zus verloren in een verkeersongeluk. Ze was 18 jaar en ja, dat is vreselijk voor haar natuurlijk en voor alle nabestaanden die daarbij betrokken waren. En in het jaar 2012 ben ik helaas een goede hechte vriendschap verloren door eigen toedoen met iemand wat echt een soulmate voor mij was. Daar heb ik toch wel een behoorlijke klap van gekregen en daar heb ik toch, nou ja, tot op de dag van vandaag ben ik daar nog wel een beetje mee bezig. Deze video is misschien een beetje onderdeel van de verwerking daarvan, al moet ik zeggen dat ik al het al heb verwerkt. Tijdens de verwerking van die klap dat ik echt bewust door het rouwproces heen ben gegaan. Trouwens, even tussendoor, een ander woord voor rouwen kun je ook wel noemen hartenzeer, oftewel je hart breken. Ik kan nu weer even een bruggetje maken naar die krantenkop die ik eerder liet zien. De ontkenningsfase is de eerste fase die je krijgt als je gaat rouwen. Heel vervelend, je kan de waarheid niet onder ogen zien of je wil je daartegen verzetten. Dat is heel erg vervelend, vooral ook voor je omgeving. Want ook in mijn geval, zeg maar, je gaat op zoek naar een schuldige. En er zijn er dan mensen die daar onder te lijden krijgen. De ontkenningsfase, die spreekt eigenlijk voor zich, daar kan ik niet zoveel over vertellen. Fase 2, als je het slechte nieuws hebt gehad, kan het zijn dat je je agressief gaat verzetten. Misschien tegen degene die jou het slechte nieuws heeft gebracht, omdat je misschien ontslagen bent. Je gaat je afvragen: waarom gebeurt mij dit nu? Waarom heb ik altijd die pech? Vrienden van vrienden die je lastig gaat vallen. Daarmee, zeg maar, die je aan gaat wijzen. En dat komt door die en de zus en zo. Om maar niet de schuld op jezelf te hoeven weerleggen. We zijn er bijna. En dan komt de fase waarin je realiseert dat protesteren geen zin meer heeft. En ga je proberen te redden wat er te redden valt. Dus misschien ga je een rechtszaak aanspannen. Of in mijn geval bij mijn vriendschap, ik merkte echt dat het niet meer goed kwam. Je gaat op dat moment echt merken dat je hartspier, dat die behoorlijk met je kan fokken. Mijn hart die ging echt stevig tekeer en het leek wel alsof ik dood ging. Zo hevig voelde het. Maar goed, ik wijk af. Dus je bent op dat moment in de onderhandelfase. En in mijn geval betekende dat ik contact probeerde te zoeken met degene waarmee ik op dat moment bonje had. Ik wilde laten zien dat ik alles wou redden wat er te redden was. Ik heb e-mails gestuurd, ik heb sms'jes gestuurd. En dat soort shit, zeg maar. Maar ik kreeg geen reactie vanaf die kant. Ook al komen terecht hoor. Op dat moment. Want ik verstuurde nogal veel
dubbele berichten, want ik was tegelijkertijd was ik boos, ik was verdrietig en ik wilde dat het voorbij was. Ik wilde ook dat het niet voorbij was. Ik kreeg echt in de war was ik. Dat is wat ik me ervan herinner. En dat werd me op een gegeven moment werd dat me heel erg duidelijk gemaakt, want ik liep buiten en toen ging mijn telefoon tring tring en dat was oma Gent, de wijkagent, of ik even op het bureau wilde komen, want ik had wat uit te leggen. En ik kreeg toen te horen dat ik beschuldigd werd van stalking en of ik daarmee op wilde houden. Die kwam behoorlijk hard binnen op dat moment. Maar desalniettemin hadden ze wel gelijk, want ik vertoonde inderdaad stalkgedrag. En die ander die had gewoon geen behoefte meer aan contact. Ik was verkeerd bezig. Het was behoorlijk vervelend om dan op die manier weer met beide benen op de grond te komen. De reden dat ik dat detail zeg maar deel is omdat er vast meer zijn die misschien soortgelijke dingen hebben meegemaakt. En dat ik zeg van het is vervelend. Voor de ene partij als je gestalkt wordt. Het is voor de andere partij ook vervelend, zeg maar, dat er op een gegeven moment dat je tot de realisatie komt dat het ophoudt en dat je verder moet met je leven. Life goes on. Nou ben je natuurlijk in de vorige fase al een ongeleid projectiel. Maar als je die fase doorkomt zonder bijvoorbeeld in de bak te belanden of ergens schulden te maken, dan kom je in de volgende fase en dat is toch wel een depressieve fase, zeg maar. Je bent verdrietig, je bent ongelukkig, je gaat lang in bed blijven liggen misschien en dat soort dingen. Je hebt nergens meer zin in. Vluchtgedrag ga je vertonen, dat had ik een beetje. Ik had gewoon zin om toen zeg maar alles hier op te geven en te verhuizen naar Amerika waar ik familie had. En ik dacht, jongens, toedeledokie, ik kap ermee. Je wordt nonchalant, zeg maar, op dat moment. Je hebt geen lust meer in het leven. Denk je aan zelfmoord en dat soort dingen heb ik ook gehad. Eigenlijk besefte ik op dat moment des te meer, want ik was daar bewust mee bezig, waarom alle liedjes op de wereld gaan over liefde of over liefdesverdriet. Je hebt echt een flinke deuk op je hart, zeg maar. En daardoor kan het ook zijn dat je dus eerder dingen gaat doen. Bijvoorbeeld, dit is echt het moment dat je bijvoorbeeld denkt van, nou, drugs, laat ik het eens proberen. En dat je dat pad gaat oplopen. Of je vlucht, je probeert de pijn te verzachten met heel veel alcohol. Of je gaat het verkeerde pad op, criminele dingen ga je doen, want fuck it, maakt jou het uit, weet je, het leven, alles is toch al naar de kloten, dus waarom niet gelijk helemaal naar de kloten? Dat soort dingen. Dat is het. Daarom noem ik deze fase echt een danger zone. En dan moet je wel heel sterk in je schoenen durven staan om niet aan bepaalde verleidingen te gaan toegeven, de volgende fase. En dan kom je bij de laatste, de fijnste fase en dat is acceptatie. Wat gebeurd is, is gebeurd. Je kunt er niks meer aan veranderen. Het enige wat je kan doen is opstaan en verder gaan. Bij mij betekende dat voornamelijk dat ik weer ging genieten en vooral voor mezelf ging leven. Er was één persoon die me daar vooral heel erg bewust van maakte. Die zegt van, Pat, je moet uiteindelijk voor jezelf leven. Jezelf op één zet. Ik ga af en toe gewoon lekker uit eten in mijn eentje, omdat ik daar zin in heb. Ik ga naar de film als ik daar zin in heb. Ik doe whatever the fuck I want als ik daar zin in heb. Zeg maar. En je gaat gewoon jezelf ook accepteren als mens. Want ja, je maakt allemaal dingen mee. Je maakt allemaal fouten. En ja, dat is eigenlijk de acceptatiefase in een notendop. En dat was mijn video dan voor deze keer. Als jij nu nog er bent en deze hele video hebt uitgekeken die wat langer is dan wat ik wil. Hij is 2 keer zo lang. Dan vind ik je echt ontzettend tof. En dankjewel voor het kijken. Ik wilde eigenlijk gewoon anderen ermee helpen, zeg maar. Want het leven is niet altijd koekenij en lang leven de lol. En je moet elkaar ook kunnen steunen. Ik wens je veel succes verder met het verwerken van jouw pijn wat je hebt. Ik denk wel dat je eruit komt. Ik weet het wel zeker. Vergeet deze video misschien niet te delen met iemand die er wat aan heeft. Geef hem een groen duimpje. Dat vind ik hartstikke leuk aan die kant. Abonneer op mijn kanaal. Dan zie ik jou weer bij de volgende video. Toedeloe.